Samen met je vrienden op de bank een spelletje spelen is het leukste dat er is. Alleen zien we helaas dat ontwikkelaars steeds minder vaak splitscreen aan hun games toevoegen. Sinds de introductie van online gamen ligt de focus een stuk minder op ouderwetse co-op. Gelukkig zijn er nog genoeg parels die wel lokale co-op ondersteunen. Dit zijn 5 co-op games die je echt met je maten moet spelen. If you want to go home, you need to find what you got. Nummer 5, It Takes Two. Deze zag je vast al aankomen, want It Takes Two werd in 2021 Game of the Year op de Game Awards van Jeff Keighley. Dus iedereen weet wel hoe goed de game is. Het spel gaat over Cody en May. Hun huwelijk loopt stroef en daarom zijn ze van plan om uit elkaar te gaan. Door al het gedoe verliezen ze hun dochter een beetje uit het oog en die is daar op een dag helemaal klaar mee. Daarom wenst ze dat haar ouders in 2 kleine speelgoedpoppetjes veranderen. En ja hoor, haar wens komt uit. Vanaf dat moment moeten Cody en May op pad om de betovering te verbreken. Oké, dat verhaal is misschien wel erg zoetsappig, maar de gameplay maakt een hoop goed. Samenwerken is daarbij het allerbelangrijkst. It Takes Two is een doldwaze achtbaanrit vol gekke momenten. Het ene moment ontdek je oude hobby's op zolder en het andere moment beland je in een wespennest. Cody en May krijgen steeds een eigen vaardigheid die je dan perfect op elkaar moet afstemmen. Beide spelers moeten dat echt goed doen, want als de een een fout maakt, dan gaat dat ten koste van de ander. Misschien heb je dan af en toe een scheldwoordenboek nodig, maar als het eenmaal soepel gaat, heb je gegarandeerd 16 uur plezier. Nummer 4, Snipperclips. Snipperclips was een van de launch games van de Nintendo Switch in 2017. Het is een echte ouderwetse puzzelgame die geknipt is om samen te spelen. In het spel moet je elkaar in verschillende vormen knippen om puzzeltjes op te lossen. Je moet bijvoorbeeld een basketbal in een netje gooien of een hamster in nood helpen. Je kan dat ook in je eentje doen. Dan bestuur je beide poppetjes, maar dat wordt al snel best saai. Het echte plezier begint als je met z'n tweeën speelt of zelfs met z'n vieren grote puzzels oplost. Zelfs de meest hechte vriendschappen worden door Snipperclips flink op de proef gesteld. De puzzeltjes lijken erg simpel, maar ze vragen behoorlijk wat precisie. Eén fout knipje kan alles al verpesten. Nummer 3, Overcooked 2. Koken. Dat klinkt nou niet bepaald als de leukste bezigheid in een game, maar Overcooked 2 bewijst toch het tegendeel. In het spel heb je de taak om hongerige klanten tevreden te houden door in een hoog tempo zoveel mogelijk gerechten te bereiden. Sommige gerechten zijn simpel, zoals de hamburger. Je kwakt een broodje op een bord, bakt een stukje vlees en snijdt sla en kaas. Je gooit het allemaal op elkaar en boom. Een kind kan de was doen. Maar er zijn ook moeilijke gerechten zoals een pizza. Daarvoor moet je eerst alles snijden en kneden en samenvoegen en vervolgens alles in de oven schuiven. En dan moet je ook nog opletten dat die niet verbrandt, terwijl je weer met een andere hoop gerechten bezig bent. Vooral in co-op is het de kunst om het overzicht te bewaren in de chaotische keuken. Sommige keukens lijken namelijk ingericht door iemand die nog geen omelet kan bakken. Het fornuis staat soms meters van de snijplanken vandaan, waardoor je als een gek heen en weer moet rennen. En dan zijn er soms ook nog zwevende keukenblokken die nog meer roet in het eten gooien. Maar als je eenmaal goed op je partner bent ingespeeld, veranderen jullie al snel in een geoliede machine die zonder moeite de meest ingewikkelde maaltijden uitpoept. En dat is een heerlijk gevoel. Nummer 2, Cuphead. Maak geen deal met de duivel. Dat is de les die de game Cuphead probeert mee te geven. Hoofdpersonages Cuphead en Mugman maken die fout namelijk wel. En daardoor komen ze flink in de problemen. Nadat Cuphead keer op keer wint in het casino, komt de duivel met een voorstel. Wanneer Cuphead wint, mag hij het casino overnemen. Maar wanneer hij verliest, pakt de duivel de zielen van Cuphead en Mugman. Verblind door hebzucht accepteert Cuphead de deal. En verliest hij natuurlijk. Ze smeken bij de duivel om een andere oplossing en die dient zich aan. Wanneer Cuphead en Mugman de zielen van andere schuldenaren naar de duivel brengen, zijn ze vrij om te gaan. Die schuldenaren vormen een reeks epische eindbazen die je alleen, of beter nog, met een vriend kunt verslaan. Cuphead is een ouderwetse run-and-gunner waarin je met verschillende wapens eindbaas na eindbaas verslaat.
De game is volledig met de hand getekend in de stijl van cartoons uit het begin van de vorige eeuw. En dat ziet er fantastisch uit. Niet alleen de stijl is ouderwets, ook de moeilijkheidsgraad brengt ons weer een beetje terug naar vroeger. Cuphead is namelijk extreem pittig. Je moet goed samenwerken en de beste wapencombinaties vinden. En dat is een heerlijke uitdaging. Probeer er wel voor te zorgen dat je controllers geen vliegles krijgen. Geduld is een schone zaak. Langzaam maar zeker word je beter en uiteindelijk blijkt geen eindbaas te moeilijk. Totdat je verder kunt gaan op de expert moeilijkheidsgraad. Maar laten we vooral niet op die zaken vooruitlopen. En op nummer 1, Portal 2. Portal 2 kwam oorspronkelijk uit op PC, PlayStation 3 en Xbox 360, maar is nog steeds de beste co-op game aller tijden. Portal 2 is uniek en je kunt het spel eigenlijk alleen vergelijken met de eerste Portal. Je belandt in een reeks testkamers en je moet door het plaatsen van portalen verschillende puzzels oplossen. De gameplay is simpel. Je plaatst een portaal en vervolgens plaats je er nog één. De eerste is de ingang en de tweede is de uitgang. Naast de singleplayer-campagne bevat de game een op zichzelf staand co-op-avontuur. Daarin krijgen beide spelers een portalgeweer, waardoor je dus met 4 portalen kunt spelen in plaats van 2. Die kamers zijn een stuk pittiger dan de kamers uit de singleplayer-modus. Goed samenwerken is echt een vereiste, anders kun je nooit uit de kamer ontsnappen. Daarnaast is er ook nog genoeg ruimte om elkaar dwars te zitten door bijvoorbeeld portalen onder elkaars voeten te schieten. Maar zo'n slechte vriend ben je niet, toch? The two of you have forged an excellent partnership. Now it's time for your real purpose. Don't disappoint me. Or I'll make you wish you could die. Vertel, wat is nou jouw favoriete co-op game? En ben jij door dit lijstje overtuigd om met een van deze parels aan de slag te gaan? Laat het vooral even weten in de reacties. En vond je dit een fijne video? Beloon ons dan met een duimpje omhoog en abonneer voor meer.